Malloro. Dat is een rugby speler. Toen hulle van op Caledon afgetrek in Salonis Pas, net voor Salonis Pas, voor de ongelicensieerde trailer. Je kan het schrijven daar. In Caledon? Ja, en je kan het gaan navragen doen ook, laat ek, of Callas Coles trailer afgetrek was. Ongelicensieerde trailer. Nou, hoe werk die ding nou, dat het een geziene man is? Sta je mee punt? En zijn trailer wordt afgehaakt, hij moet die trailer toe afhaken en daar laat staan. Dus blijkbaar het hulle geskik. Oké, ek is nou eens klaar met die. Hy is met dit. So het hy vir my nou en dan een check gegee. Nou en dan een check. Ek het hem altijd gevraagd voor een contant check. Nou, dis daar werk het maar so as jy een contant check klein maak. Dan moet hulle eerst die persoon bel. En dan krijg je van Callas Coles nooit in die handen. Hij krijg je om in die handen. Toen ik dus in die man begin met geld schuld en die bijen is daar. Toen nader ik mijn procureur. Om jullie bijen mooi luister. Toen kom ik kreeg een brief terug van mijn procureur wat zei. Hoe noemen we dat nou? Geen op, kan hem opsporen. Toen bel ik Caledon se postkantoor. Toen zei hij, nee meneer, die man het van postbus verander. Waar woon hij? Waar het hy gewoon? Hij bleef nog op die plaats. Hulle moet, voel jullie goed schrijven, maak je zieken. Bel Absaat allerlei plekken. Hij heeft een melkerijk op zijn plaats. Wat is die dorpje net voor Caledon? Kreten. Wacht, ik ga nog een mooie story daar vertellen. Oké? Toen. Zo, je woont op Greten. Ja, ik boer op Greten. Maar in die naaste dorp, groter dan dorp, is ons Caledon. Toen kan hulle hem opsporen, want zijn postbussen heeft er toegemaakt, of wat ook al het geval is. Toen zit ik zo een dag bij deze en ik denk, maar wacht, ik ga try op Greten in je politiestasie. Postbus. Postkantoor. Net zo wat ik veel sê, is die ware woorden. Ik bel die postkantoor. En hij ging niet een man antwoord, dat is een vreemde ouwe, hulle moet hem ook bel. Krijg een postkantoor. Ik zei voor hulle, kijk, je kan maar niet direct zeggen, ik zoek Callas Coles. Ik zei man, ik heb Callas Coles postbus zijn nummer vergeet. Ik wil voor mijn pakkie stie. Verder is die man voor mij, meneer, wil je voor mijn pakkie stie? Hij heeft de postbus hier, maar ons het te drom. Had ons die post ingooi, want hij kon al nooit die post uit die. Dat was die man zijn antwoord. Toen ik weer procureer toe gegaan, toen hulle, kan hem weer opsporen. Met andere woorden, als ik nou wil aangaan op die zaak voor opsporingsagenten, het kost voor mij geld. Ja. Want ik heb de lening aangegaan, want ik had was een klomp geld bij Callas Coles gekregen. Toen moest ik mijn bijen verkopen. Het voor mij had zeer veel maken. Het is mijn bijen verkopen. Om op te sporen? Nee, voor dat jening wat ik gemaakt heb. Die opsporings. Nee, ik kan hem niet opsporen, ik heb die geld voor dit. Maar je hebt een lening aangegaan, maar je hebt gedacht, ga ik jou terug? Ja, dat was nou, ik heb mijn kar laat repareren en die kie. En een goedje verkopen en zo. En je weet maar, zo'n mens maakt je was nog klaar voor die dan. Nou, wat moest je die bijen verkopen? Ja, ik moest mijn bijen verkopen. Hoeveel bijen verkopen weet je gehad? Zo in die 60's. Plus minus. En hoeveel het je aan hom verhuur? Zo. Aan Callas Coles het ik hier op het einde van die dag, wat hij nu alles samen. Waar daar gestaan op Caledon was 62 korven. Op Caledon had 62 gestaan. Met andere woorden. Als ik nou naar rechter vat, die wat nou nog niet teruggebrun is, dan moet hij me elke 14 dagen maar betalen. Voor dit is nou al deze net aan. Maar wacht, ik wil jullie gewoon hier wees. Plus minus 2 maanden en allemaal is hij terug. Hoeveel heeft hij betaald op jou? Tjoe man, dit is ook om ik wil leren. Gerrit samen jou, hij heeft nou meer, mij procureren meer, je kunt hem. Gauw was ik nou. Maar hij heeft betaald.
Hij heeft me 10.000 rand check gegeven. Nee, want ik kan niet meer voor je zien, maar van die tweede, van die tiende maand heb ik al klaar begon achterstallig raad. Wat wil je die hoor? Ja. En het verdween toe? Ja, waar geen mens kan hem opsporen. Geen mens kan hem opsporen. Die ding is nou, die ding is nou al stikken. Ik weet niet of je worms weet gehad het, maar ik heb het zo ding gehad. Daar is hij. Nee, dit is die andere oosje. Maar nou, hoe dit je leven geaffecteerd? Yes, bad. Ja, nee, kijk, ik krijg maar pensioen. Toen je leven nog maar van die pensioen af? Ja, nee, dit is bad. Kijk, hier zo. Hoe oud is hij nou? Oké. Die leid die wel niet zijn naam ingezet het, die niet, maar iets wat hij getekend voor die hierder, voor die hier. En elke slag het hij getekend. Het heeft 34 korven gevat. Maar in elk geval, dit is een letterlijk jok of iets hier. Ik hou van kallen, ik leid die man. Maar ik meen, ik was voor hem goed man. Ik was redelijk goed. Je hebt nog afslag gegeven nog? Ja! Ja. Ik was goed voor die man. Nou is die ding net zo. Nou dat ik verdwijn. Ik wil hem graag. Niet laat de andere man ook nou nog. Laat de andere man... Ja, dat je andere bij je boer inloopt. Want... Ik is al bij nummer 6, maar dan wil ik jullie vraag vragen. Ik was bij die studie voor die burger. Ik heb die meer afslag in. En ik verstaan hem, ons is op goede voet. Maar hij heeft mij gezegd, je kan die mensen waarschijnlijk niet horen. Je kan. Okay. Wat ik moest nou hier sê, lieg ik moest nou. Ja. Nou, wat is die procureurse naam en noemen? Myne. Procureurse. Myne. Ja. Ja, ik kan vir jou gee. En dan kan je misschien, als je wil, maar... Wil nie sê, jylle is van die zoon, jy sê net van media 24. Je weet, procureurse is ons wel kak. Ja. Wat is siekte? Beskryf gauw, wat is die siekte? Nie ek weet nie. Jy het, maar jy wil nie ideaal en wees nie. Jy het geld. Ek weet ook nie hoekom is hy, hy het een melkerie op die plaas, ek weet ook nie hoekom is dit op een veiling verkoop. So die goed kan jylle uitvind. Maar nou nie sê ek direct, ek sê so nie, sê maar net navraag het. Maar wat is die plaas is wat hy het? Vruchteplaas. En die wolgaard wat hom goed ken, maar hy skuld die man my geld. Die wolgaard wat hom nou ken, sê hy, is nou 2014, 2012 het hy rekord oes gehad. So daar is allemaal sê. En die voorman het ek een dag gebel, ek moet dit ook sê. Ek het die voorman een dag gebel. Toe sê, nee maar oom, my voorn het nie gewerk nie. Want ek het een contract voorn wat Kala betaal. Daar was probleem, hy was afgesnit. Ek kan nie vir oos weer uitloop. En dan nog een ding, as jylle sy huisvoornummer krijg, die man het sy huisvoornummer. Wolgaard, ja, het sy selfvoornummer. Dan moet nie geloof waar hy vrou sê, dit is die skala skol sy huisie. Sy word al opgeset om so te sê. En jylle kan ook die postkantoor bel en sê, as jylle vir jylle sê, die goed lê allemaal buiten in een boks. Zeg maar, nooit iets voor zijn goed neem. Dat is ook een probleem bij ons.